De alles beslissende finale. Eén vraag en dan is het alles of niks. Tijd om jullie punten om te gaan zetten in euro's. Dennis die heeft 100 punten bij elkaar gespeeld en de crowd 109 punten. Elk punt is 500 euro waard. Dus heeft Dennis 50.000 euro en de crowd 54.500 euro. En nu wordt de vraag, wie gaat er met dit bedrag naar huis? Ik heb één vraag voor de 10 best of crowd. Jullie krijgen weer een vraag van mij, maar dit keer is die anders, want je moet dan een percentage inschatten. Het antwoord ligt dus altijd tussen de 0 en de 100%. Zodra wij zien wat het antwoord is van de crowd, Dennis, moet jij gaan inschatten of jij denkt dat het daadwerkelijke antwoord hoger is of lager. En je kan ook nog kiezen voor precies datzelfde antwoord, dat zometeen. Heb jij het goed? 50.000 euro voor jou. Top. Heb je het fout? Dan wint de best of crowd. Dan mogen zij het prachtige bedrag van 54.500 euro met z'n tienen verdelen. En dat komt neer op 5450 euro per persoon. Ook een prachtig bedrag. Handjes bij de knoppen. We gaan de finale spelen. Ik vrij veilig of ik vrij niet. Dat was een tijdje de slogan naar aanleiding van grote campagnes voor voorbehoedsmiddelen. Inmiddels lijkt het belang van safe sex weer een beetje weggezakt. Daarom willen wij weten, hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen gebruikt geen anticonceptiemiddelen? Dat blijkt uit een groot Nederlands seksonderzoek van het Kenniscentrum voor Seksualiteit Rutgers WPF. Het gaat om vrouwen van 18 jaar en ouder. Denk daarbij aan de verschillende redenen waarom vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen anticonceptie zouden gebruiken. Voor de laatste keer vanavond, de best of crowd. Jullie mogen nu antwoorden. Het gaat dus om een percentage tussen de 0 en de 100. Dennis, we gaan eerst kijken. Wat is het gemiddelde antwoord van de 10 beste van de crowd? Computer, laat het ons zien. 33%. Dennis. Ja. Nu wordt het heel belangrijk. We hebben 10 vragen gespeeld. Je hebt heel goed geantwoord. Je hebt heel slecht geantwoord. En uiteindelijk sta je op een totaal van 50.000 euro. Dat jij mee naar huis kan nemen als je deze laatste finale vraag goed weet te spelen. 50.000 euro waarmee je terugrijdt naar Meppel. Waarmee je heel veel leuke dingen kan doen. Absoluut. Hoger dan 33%. Lager dan 33%. Of zeg jij nee, ik speel precies voor 33. Dan neem jij dat antwoord over en is alles hoger of alles lager. Fout voor jou en dan wint de crowd. Wat denk je? Ja, als we een percentage gaan berekenen, dan zal ik hoger moeten zeggen. Maar ik vind 33, dat... Toen ik zat te denken aan deze vraag, zat ik zelf een beetje aan 25-26%. Dus dat is lager. Maar ik zit de hele avond al niet zo heel goed, dus... Wat is je redenatie? Nou, ik denk dan dat er heel veel mensen gewoon wel aan de anticonceptie zijn. Gewoon, en het gedeelte wat het niet zal doen, dat zal waarschijnlijk religieus zijn. Ik denk toch... heel mooi, 33%. Ik denk toch dat het lager is. Nee, dat is lager dan 33%. Lager? Lager. We noteren het. En ook hier weer geldt, als jij op de knop drukt, staat het antwoord vast. Dus je kan nu nog alle kanten op. Ja. Als je gaat twijfelen, gaat het helemaal fout. Je kunt het ons allemaal, dus jullie ook. Lager. Lager. De finale is gespeeld. De keuze is gemaakt. Jij zegt lager dan 33%. Het is nu heel simpel. Is het lager, heb je 50.000 euro. Is het 33% of hoger, win jij niks. Maar verdeel de best of crowd, 54.500 euro. Ik gun het iedereen. We gaan kijken. Wat is het antwoord op de vraag hoeveel procent van de Nederlandse vrouwen gebruikt geen anticonceptiemiddelen? Is het inderdaad lager dan 33%? Dennis, daar gaan we. Gaat-ie. Stop. Nee!